Of direct concurrent, denk ik. Hè? Want die vissen uit dezelfde vijver. Denk ik. Niettemin, ik denk dat het een heel leuke avondje moet gaan. Met de prestatie. Rens die is hetzelfde, van hetzelfde bouwjaar als ik. En ik denk dat we ongeveer dezelfde opleiding genoten hebben. Dat wil zeggen, totdat we een jaar of 17 waren. Want dan is Rens het onderwijs. Richting onderwijs gegaan en ik ben iets anders gaan doen. Goed, ik zei, hij heeft al van vroeg aan heeft hij zich bezig gehouden met kunst en vooral met muziek, als ik het goed begrepen heb. Ja, ja. Het wordt beaamd. De laatste jaren begin je daar zelfs nog meer aandacht aan te besteden. Hij heeft zelfs verschillende plaatjes uitgebracht. Misschien dat die in de pauze nog wat te koop aangeboden worden. Je weet het, ja, hamel. Juist, dat dacht ik. Wel, goed, ik zei, ik heb geen zin om de hele ding voor te gaan lezen. Maar ik denk dat hij ons op een heel gemakkelijke manier bezig gaat houden vanavond. En misschien leren we ook al een paar nieuwe Australische woordjes bij. Maar, beste mensen, de naam die bestaat uit twee delen, begrijp ik. Eerst een korte pauze, een kwartiertje pauze ongeveer. PP, pas pauze als fiets. Sorry. Oh nee, ik had bij een baar even communiceren op het geluid. Okay. Dus dan, als je voor de mensen die het moeilijk op kunnen houden, dan moet het richting met wel lukken. En dan de finale. Dus anderhalf uur dan zijn we klaar. En dan hebben we natuurlijk een. Sorry dat ik tussendoor. Het is een CA van mij van jongen. Stop met geduld. Ik geef graag. Even tijd. Ik zou eerst nog willen bellen, maar dan kan ik mijn rij niet kwijt. Want straks dan is de dag voorbij, heb ik hoe weer niet gezien. En morgen kom het er ook niet van, dus kom ik nou maar gauw een minuut of 10. Zou ik me eens wat vertellen, heb even tijd. Ik ga eerst nog willen bellen, maar dan kan ik me daar niet kwijt. Haag het uitstaan, dan lus ik het wel, maar zet het niet voor mij. Aan koekje, nee, dat hoef ik niet. Ah, nou vooruit dan maar dan toch wel een klein. Zal ik me eens wat vertellen, heb even tijd. Ik ga eerst nog willen bellen, maar dan kan ik me daar niet kwijt. Ach, weet je niet, het gaat weer wel, bij jullie ook alles goed. Nou, een halfje nog en dan ben ik eens weg. Je weet hoe dat ik des anders altijd doet. Zal ik eens wat vertellen, heb even tijd. Ik ga eerst nog willen bellen, maar dan kan ik me daar niet kwijt. Verdomd, is nou alweer zo laat, we gaan ter klokske vlug. Nou houd u tot ziens en het gaat ook goed. Bedankt voor het pakje en haal het gauw eens terug. Nou had ik iets willen zeggen, maar nou ben ik het even kwijt. Maar komt gerust eens langs, want dan zet ik koffie en dan maak ik tijd. In deze lieke zit eigenlijk ook wel een klein beetje de Brabantse mentaliteit, zal ik maar zeggen, van loop bij elkaar binnen. Je begint te kletsen over van alles en nog wat, want ja, dat was nog iets of wat dan ook. En uiteindelijk gaat de weg en dan weet je nog niet waar ik het allemaal over gehad heb, weet wat. Nou, en ik denk een betere inleiding voor vanavond kan ik niet maken, want ja, ik begin er aan. We gaan wel zien wat Schipstraat is. Want voor mij, daar moet ik heel eerlijk bij vertellen. Voor mij is het bekend 3 jaar geleden dat ik weer op een podium stond. En dat heeft verschillende redenen. Nou, eentje dat kunnen jullie allemaal zelf ook wel bedenken, neem ik aan.
daar gaan we het vanavond ook nog wel over hebben. Maar het heeft ook te maken, denk ik, met het feit, en daarom zitten jullie allemaal hier, het feit dat ik werk in een taal die niet zo populair is, zal ik maar zeggen. Hè? Het dialect en het publiek voor dialect, en zeker hier in het westen van Brabant, is zeer beperkt. En daar kan de lange breed moeilijk over doen, dat ga ik niet doen. Het is wat het is en we gaan er gewoon vanavond een gezellige avond van maken. Maar dat was dus ook eigenlijk een van de redenen dat je, ja, als dialectspreker heb je gewoon een veel minder de kans om ook eens een keer op te treden. Dus wat dat betreft, heemkundekring, hartstikke top. Dat ik eens mag komen. Ja, dan. Dus ik ga proberen om het dialect te promoten. Hè? Nou heb ik hier allemaal overal. Nou ja, dan leg ik het hier maar even weg zo. Beetje rotzooi, dat mag ook wel. Hè? Ons moeder zei het al, je bent een sloddervos. En zat gelijk. Tegenwoordig zeggen ze dan, je bent een chaot. Maar maakt niet uit, komt hetzelfde neer. Ik ben tegenwoordig gepensioneerd, ik hoor bij de pensionado's. En toen ik mijn pensioen ging, toen had ik mijn eigen vul genomen van dan ga ik eens een paar dingen doen die ik altijd had willen doen en waar ik nog nooit tijd voor had gehad om te gaan doen, weet je wel. En toen heb ik, sommigen van jullie misschien wel gezien, toen heb ik een voorstelling gegeven in Brussel. Ik denk, want ik wil eens één keer op een groot podium met alles erop en eraan. En mee een combo, een echt combo erbij en zo. En dat had ik toen. Mee licht en mee, hoe heet dat? Mee projectie. En mee een echt programma boekje en zo. Dat was leuk. Maar toen kreeg ik van alle kanten de vraag van, waarom doe je dat maar één keer? En ik had geen zin om dat nog een keer te doen, want dat is een heel georganiseerd, we wilden een voorstelling op het podium wegzetten. Daar kon heel veel bij kijken. En toen dacht ik van, nou weet je wat, dan ga ik dus gewoon opschrijven wat ik allemaal geschreven heb en gedaan heb en zo. En dat liep ook helemaal uit de hand, dat is die een boek geworden, Techte Werk. Die een boek geworden, daar hebben we hier een heel project, daar ben ik mee op de scholen geweest. Ik heb daar een aantal Oosterhoutse kunstenaars bij betrokken, die hebben dat prachtig geïllustreerd. Die dingen zijn ook allemaal in de piep, hebben die nog een eind gehangen. Een heel project. Dat was ook hartstikke leuk om te doen. En dat boek dat kwam uit in eind 2019. Nou, en in 20, weet ik allemaal wel, toen ging Nederland op slot, dus toen liep het uit de hand. Maar ik had ondertussen, en daar kom ik straks nog wel even op terug, ik had ondertussen ook nog een ander idee. En daar ben ik nou eigenlijk 5-6 dagen in de week mee bezig, maar dat komt straks wel. Het echte werk. Ik ga het even voorlezen. Dat gaat over de mens net te zeggen, hè. Als je klaar bent met het werken, zou ik maar zeggen, hè? Dan komt het echte werk. Het echte werk kan beginnen. Hij gaat eindelijk met pensioen. En dan mag hij zelf verzinnen wat hij wel of niet zal doen. Geen baas die komt vertellen, doe de zus of doe de zo. Nee, zijn eigenste luie stoel is nou voortaan zijn bureau. En vanaf nu dus zelfstandig en ook zonder personeel, dus een echte ZZP'er, geen halve, maar geheel. Dan kan hij het huis gaan renoveren en de tuin moet aan de kant. En van afwas en van koken krijgt hij ook alweer verstand. Baby zitten bij de kinderen, bij broers en zussen op bezoek. En zijn oude maten die staan verdomd ook ineens weer op de stoep. Ja, het echte werk kan beginnen. Hij is eindelijk met pensioen. En dan mag hij zelf verzinnen wat hij wel of niet zal doen. Geen baas die commandeert van doe nou eens zus en doe de zo. Nee, zijn eigen luie stoel. Dat is nou zijn bureau. Maar
ze weten hem te vinden, hè? Die slimme jongens van de bank. Die weten het ook wel, hè? En die van de reisbureaucus, hij is toch een goede klant. Een nieuwe fiets, een caravan, of misschien wel zo'n mobiel home. Of op cruise de wijde wereld in. Toch voor iedereen een droom. Ja, het echte werk kan beginnen. Want hij ging eindelijk met pensioen. En dan mag hij zelf verzinnen wat hij wel of niet gaat doen. Geen baas die komt vertellen van doe dus of doe dus zo. Nee, zijn eigenste luie stoel, dat is voortaan zijn bureau. En al zijn ze dan de deur uit, kinderen raakt er nooit niet kwijt. Want hij gaat ze geren helpen. Maar ja, dat kost dan ook weer tijd. En een paar dienst bij de sportclub, een middag helpen bij de soos. Zo gezellig, zo vrijwillig. Maar ja, niet wat hij echt verkoos. Nee, het echte werk is begonnen. Hij is eindelijk met pensioen. En hij hoeft zelf niet te verzinnen wat hij wel of niet zal doen. Alle dagen haalt hij weg en helpt eens hier en helpt eens daar. En is er ooit iets af, dan staat het volgende nou weer klaar. En denkt er nou, ja, dat ken ik wel, daar zit ik ook wel mee. Onthoud dan wat je zeggen moet, één woordje maar. Nee. En ik zei al, dat is een lieke, maar ik heb nog geen tijd gehad om het op muziek te zetten. Maar dat komt wel de andere keer. Enfin, we gaan het vandaag hebben over de taal. Ik zal proberen, als ik het niet vergeet en zo, ik zal proberen om, zal ik maar zeggen, in algemeen beschaafd Brabants een beetje de uitleg te geven en zo. Maar ja, als ik mijn verhaal veel lees en zo, ja, dan wordt het wel moeilijker. Hè? Maar we gaan het hebben over het dialect en over de taal. En ik zei al daar straks van, daar zijn niet zoveel podia, maar een van de podia, en daar staan er een paar van exemplaren, dat is het jaarlijkse boekweekboek, maar dan de Brabantse versie, zou ik maar zeggen. En hij doet het nog? Ja. Oké, okay, nou dan wacht je. Ja, want dat gaat niet helemaal goed zo. Het Brabantse boekenweekboek, maar dan Brabantse boekenweekboek. En in dan moet ik even teruggaan, in 96 heb ik een cd'tje gemaakt. En vanaf dat moment ben ik veel gevraagd, of nou ja, relatief veel gevraagd, in het oosten van Brabant. Bij allerhande gelegenheden. En een van die gelegenheden is dus van, Rens, schrijf ik een verhaal voor het boekenweekboek. En dat boekenweekboek, dat volgt altijd hetzelfde thema als de landelijke boekenweek, zou ik maar zeggen. En het verhaal dat ik nou verder ga lezen, dat ging toen over, als ik me goed herinner, was zich nog zu zaken hette. Misschien herinnert u jullie het mij, dat is ooit een thema geweest. Oftewel, hoe zit ze mee Duits aan te maken? Nou, zo krijg je altijd, we komen er straks nog wel een paar tegen, je krijgt altijd van die opdrachten dat je denkt van ja, hallo, het moest toch in dialect, hè? Het moet toch een verhaal zijn, afijn. Deze verhaal, dat kreeg van mij de titel, Wek maar zeggen wo. En dat hoort dus bij de boek van was ik nog eens zagen net. Hè? En Wek maar zeggen wo is nou eigenlijk ook de vertaling van. Hè? Sorry, ik zal het niet bedoelen. Ons pa was eigenlijk wel een levensgenieter. En hij ging er geren op uit. En hij kletste geren met iedereen. En hij hield van zingen. En niet te vergeten van wijn. Ik zal het ook niet bedoelen hebben. Oh, sorry, ik doe het weer. Geen wonder dat hij bij het kerkkoor zat. Want die gingen na de mis en na de repetitie altijd naar het café. Hier om die hoeken. De beurs. Altijd naar het café. Maar in het najaar, dat was toch wel de grootste leut voor de mannen van het koor, want dan was daar de reis naar de wijnfeesten in Duitsland.
En voor ons klein mannetjes was dat ook altijd wel spannend, want hij bracht altijd voor alle kinderen wel een kleinigheidje mee. Het was dus ook niet zo gek dat onze pa een keer met heel de familie naar Duitsland op vakantie woonde. Ik was toen een jaar of 11 en ik had nog niet zo in de gaten dat er wel een heel onderneming was. Pa, ma, 8 kinderen, nog een vriendinneke van ons Jan en de bagage en eten voor een hele week. En dat moest allemaal in een Fortunus bestelwagen. Misschien kennen ze nog wel. Hij kocht een imperiaal en hij timmerde 2 hele grote kisten die daar precies in pasten. En voor de mooiheid wierden ze ook nog in hetzelfde grijs geschilderd als de auto. In de krant had hij een advertentie gelezen van een boer uit een dorpje in de buurt van Trier. De connectie met Duitsland. 12 boerderijen groot was dat dorp en die boer daar, die was daar de burgemeester. En op de helling boven zijn boerderij, aan de andere kant van de weg, had hij een vakantiehuisje gebouwd. En vanaf Pinksteren was dat te huur. En daar kwam ons pa goed uit, want dan komt hij van daaruit ook nog naar de springprocessie in Echternach. Dat is mijn Pinksteren, hè? Wij zullen dus de allereerste toeristen zijn daar in dat dorp. Snelwegen waren er nog niet. En hij had dus maar een lineaal op de kaart gelegd en gekeken langs welke steden en dorpjes dat hij moest rijden. Dat ging dus dwars door de Belgen, een stukje Luxemburg en zo naar het dorp waar we moesten zijn. En dat had hij allemaal in de goede volgorde op een papiertje geschreven en had er weer uitgeplakt. Ja, tom-tom, hè? De avond van tevoren weer alles al ingeladen. En toen moest er gekeken worden hoe dat wij daar met zoveel man in konden. Ons pa achter het stuur, ons ma met de 2 kleinste voorin. Op de achterbank, op de slaapzakken, konden de 4 grootste zitten. En de rest, hup, in de klep, op en op met beddengoed. Ging allemaal makkelijk, hè? S'morgens vroeg was het al een drukte van je welste, want er moest natuurlijk nog een hoop op het laatste moment ingepakt worden. En toen was het opnieuw passen en meten. Want waar moesten toch al die tassen met proviant van onderweg komen? Uiteindelijk konden we gaan rijden. Maar we waren de straat nog niet uit, gevoeld om aankomen, of we moesten alweer terug. Ons ma wist niet zeker of de grijzer nog aan stond. Al zingende gingen we op weg. Het was een mooie dag en om te stikken in die auto. En welk raam dat er ook open ging, er was altijd wel iemand die er last van kreeg. In België waren de wegen niet geweldig. En bij de eerste de beste kuil zakte die een overbelaste imperiaal om binnen, klap dus een potjes en stonden de kisten op het dak van de auto. Alles zat godzijdank nog goed vast, dus we konden gewoon doorrijden. Eigenlijk ging het allemaal wel goed, totdat de bergen begonnen. En alles wat hoger was dan een viaduct, dat was voor ons een berg. Eerst waren het nog kleintjes, maar ze wierden gaandeweg hoe langer hoe groter. En daar had die auto toch wel veel moeite mee en we moesten regelmatig stoppen omdat de motor veel te warm werd. En dat was dan op zich ook weer niet erg, want met al dat eten en drinken en zoveel volk was er altijd wel een die even achter de struiken moest. We hebben tegenwoordig in een uurken of 4 kunnen rijden, dat kostte toen bekaanst een hele dag. En tegen een uur of 5, 6 uur zagen we het naambordje van het dorp, nog 2 kilometer. De weg, wie hoe lang hoe smaller. Er kwamen allemaal bochten in de weg. En het ging stijl naar beneden. De spanning steeg in de auto. En iedereen kwekte door elkaar, want het leek wel tent van de wereld. Midden in het dorp, na de 6e boerderij, het waren maar 12, en het kerkske, kwamen er weer een scherpe bocht. En toen ging het weer stijl omhoog. En bij de laatste boerderij moesten we zijn. En we zagen de boer met heel zijn familie al staan te wachten, want die hadden ons al lang aan horen komen. We hadden het gehaald, zonder kleerscherm. En gelukkig was er een vlak stukje waar ons pa de auto op kon zetten, want hij was bang dat hij door de handrem zou gaan en achteruit zo weer het dorp in zou rijden. Na zoveel uren benauwd gezeten te hebben,
was iedereen zo blij dat we er weer uit mogen. De deuren gingen op en wij vulkabal rolden dat hele stel eruit. En de boer en de boerin, die keken mij zulke ogen, hoeveel dat er wel niet waren. Dan weer een ander geschud en de boerin, die kon het niet laten om tegen ons moeder te zeggen. Zie hapen vielen nooit. En ons moeder, die geen woord Duits kende, maar zo blij waren dat we het gehaald hadden, die vloekte er gelijk uit. Ja, we hebben altijd veel leut. En zo ziet het maar. Bij Brabants kan die heel ver komen. En dan. Oh, we zitten natuurlijk in de weg. Hoorden jullie mij nog? Ja. Nee, dat is goed. Ik hoop dat het goed is. daar strak zei ik al, van het even, toen had ik het over een gewoon stukje Brabantse gezelligheid van bij elkaar ongevraagd binnenlopen. En deze lieken is op een hele andere manier ontstaan. Ik hoop dat ik het kan volgen. Als ik het niet kan volgen is het ook goed, maar... Het is, dat heet dan in mooi Nederlands associatief, zou ik maar zeggen. Ik schaar een beetje van het een begrip naar het ander. Oh, wacht even. Ah, mijn vingers willen niet meer zo goed. Blauwe kleuren zo mooi, dan denk ik aan de hemel nummer 7. Geef me nog een pilske wacht, ik ben bij nummer 4. Als de zon weer schijnt, dan gaan we samen nog een eindje lopen. Kijk, daar bloeit een bloemke open, zo maar voor het plezier. Sorry, zo mooi denk ik. Tweede compleet. De Hondse stert kan lachen als de kinderen vader moeder spelen. Wacht nog even, want je bent nog zo verschrikkelijk jong. Donderduizend is wel mooi, maar ik heb toch liever nog mijn dromen. Voel het echt geleefd als toen het leven net begon. Vlinders fladderen, vogels vliegen, vissen zwemmen, spiegels liegen net zo hard als dit de mode wil. Kom, trek toe frakske aan. De buitenkant zit niet van binnen. Doe de mij dan kan de winnen, want de warmte van het leven kan de proeven in een traan. Wat zeg je? Ja, nee, dat is ja. Ik ben ook niet meer gewend om zo lang allemaal. Zolang, maar nee, het gaat goed, joh, het gaat goed. Het gaat goed. Het volgende liedje, dat kan, daar kwam ik les achter. Tegenwoordig is er van alles en nog wat modern. En ik ben niet zo van modern en zo. Ja, dat gaat nog niet, hè. Nou ja, dank je wel. Ja, dat is wel prima. Echt allemaal gelukt. Mijn welgevallige assistent. Nee, tegenwoordig hebben ze zoiets als Spotify.
En dan ben ik helemaal niet van dat soort van dingen, maar daar staat, per dom toeval, staat deze lieke daar, is daar op terecht gekomen. En ik weet hoe dat komt, achteraf. Tegenwoordig doen ze dat niet meer, maar er zijn heel lang allerhande verzamel cd's uitgebracht met dialectmuziek. En toen hebben ze ooit gevraagd van, heb ik er nog een lieke liggen, maar nog niet uitgebracht? Dus ja, dat heb ik nog. Maar, en dat had ik even niet in de gaten, de maatschappij die die dingen uitbracht, die eigende zich de rechten van het liedje toe. En die hebben het dus ook op Spotify gezet. En deze liedje staat toevallig ook op allerhande Spaanse versies van Spotify. Waarschijnlijk omdat het een beetje... vanwege de melodie, waarschijnlijk niet vanwege de tekst, of het moet zijn des te daar, hè? Heel grappig overigens, dat verhaal mag ik wel even vertellen. Hè? Ik kom al jaren bij dezelfde boer in Frankrijk op de camping. En dan, ja, wij waren daar een van de allereerste Nederlanders die daar terecht kwamen. En toen stonden er eigenlijk alleen nog maar Fransen. Op die camping. En dan spreek ik een beetje Frans, net iets meer dan alleen maar je veux de pain en zo, weet je wel. En dan op de duur kenden de vaste bewoners daar op de camping. En ja, die mensen wisten al heel gaaf van die jongen die speelt gitaar, dus dan ben je altijd de klos natuurlijk, want ze hebben altijd wel een feestje te vieren. En dan maak ik lief zingen. En ja, maar waar zingde jij dan zelf altijd? Ik zei, ja, ik schrijf wel eens niks, maar als je me nou eens wil helpen met het vertalen, ik zeg, want ik wil dat best wel eens doen. En toen heb ik deze lieke ook vertaald, samen met Chantal, mijn overbuurvrouw. En Chantal die hem vertaald, en afgelopen jaar konden we dus weer voor het eerst op vakantie naar Frankrijk. En toen heb ik Chantal ook in een boek gedogen. Nou, ik zei, kijk, Chantal, hij staat erin. Chantal helemaal blij. Le soleil s'est couché, tous les oiseaux se taisent, tu peux fermer les yeux, et le sommeil t'emmène, plus de jolies histoires, plus de petits mensonges, un petit bisou, et demain un jour nouveau. Klinkt het toch helemaal als een echte chanson. Hè? Maar nou doe ik het in het origineel. Ik heb deze ooit eens gedaan voor een hele club van alle chique mensen, weet je wel. Toen deed ik het in het Frans. En toen deed ik het in het Oostenrijks. Het is eigenlijk, en dat hebben jullie vast allemaal wel eens meegemaakt, het moment, dat is het enige wat ik beschrijf in die atleken. Het moment dat je boven de wiegje hangt, boven de bedje, waar dat kleine jong in leed, met zijn duimpje en de oogjes vallen dicht. Dat moment. Slap maar lekker in, je kan de oogjes sluiten, de vogels zijn al stil. En het is al donker buiten, geen verhaaltjes meer. Tijd om te gaan slapen, een kusje nog en morgen weer een dag. Op reis in Donnerland, de sterren staan te wachten, de maan wijst toe de weg. En weg zijn uw gedachten, uw orkesten al werm, uw danken al gevonden, een kusje nog en morgen weer een dag. Het licht dan gaat nou uit, het klein lampje laat ik branden,
ik droom van jou vannacht. Van jouw kusje met twee handen, al hoorde men niet meer. Ik zal altijd van jou houden, in kusje nog en morgen weer me daar. Zo. Als je net als ik nog alles kletst en hoort in het dialect, dan word je niet altijd overal even goed begrepen. Het is begrijpelijk. ik vertelde daar straks van het echte werk dat ik dat project gedaan had op de scholen. En dat project, daar noemden we toen ook van weggezegd, dat ben je zelf. Zo gaan als iemand tegen mij begint te praten, en dat is bij jullie ook zo, met de onrust al gelijk een indruk van iemand. En als ik dus heel plat tegen iemand begin te praten, dan heeft die andere iemand onbewust van mij al een bepaalde indruk. Of dat klopt. Ik kan het even niet over hebben, waarschijnlijk wel. Maar. En deze verhaal, dat gaat daar eigenlijk over. Want ik heb daar in mijn leven ook eigenlijk best wel last van gehad. Zal ik maar zeggen. Vind ik wel niet erg, met pet af. Hallo wel. Ja, dat was eigenlijk de dakbedekking, hè. Ons pa, dit verhaal begint ook met ons pa. Ons pa was zo'n beetje 1,65 meter en ons moeder nog geen 61. Het is geen woke-verhaal, hoor. Dus ik mag nog blij zijn dat ik de 71 gehaald heb. Maar veel meer zat er voor mij ook niet in. Ik ben dan wel wit, maar als ons vader zwart geweest was en ons moeder ook, dan waren we een neger geworden. Want het woordje neger betekent niks meer en niks minder dan zwart. En daar roepen we al 2000 jaar zo, want dat woord dat komt van de Romeinen, dat zo ongeveer in heel Europa zou zeggen. Ik had thuis helemaal niks te zeggen, maar ik heb toch leren praten. Dat is trouwens hartstikke normaal, want de meeste mensen die kunnen praten, hebben niks te zeggen. En omgekeerd hebben de mensen die het veel te zeggen hebben, meestal weinig te praten. En als ze de mond toch een keer open doen, dan is het belangrijkste wat ze doen trouwens, niet zeggen wat ze bedoelen en niet bedoelen wat ze zeggen. Kan het nog volgen? Ja. Denk er nog wel eens over. Maar goed, ik heb leren praten thuis. En dat was plat. Niet dat ik dat toen al wist, want toen dacht ik nog dat dat gewoon was. Ik kreeg daar mee, net als met een DNA, mijn kleur, mijn lengte, niks te kiezen, hup, met de moedermelk erin, moedertaal. En toen ik bij de nonnetjes op de kleuterschool kwam, daarachter stond hij toen, had ik nog niet door dat er ook anders gepraat kon worden. Dat begon pas zo'n beetje bij meester Bormaans die mij leerde lezen. Ik weet niet of die naam bij iemand nog Eerste klas. De Sinterklaas, ja, goed zo. Meester Bormaans, daar heb ik dus van in de klas gezeten. Ik zat op de jongenschool, dus, en er waren bij ons alleen maar meesters. En toen moest ik al een beetje anders gaan praten, want er waren geen boekjes in mijn moedertaal. En de meester praatte ons ook, of die praatte ook al niet precies als ons maar. Maar het weer was echt erg toen ik van de lagere school afging naar de bruine paters, oftewel de kapucijnen. Die paters waren trouwens niet bruin, maar de rapij wel vandaag. En niemand vond dat toen ter tijd gek dat ze met zonder jurk en een wit touw onder hun buik op de blote voeten rondliepen. Maar als je daar gewoon in hun eigenste taal begon te praten, dan keken ze wel of je god weet waar vandaan kwam. En dan telde niet mee. En dat is geen goed gevoel. Dat kan ik u wel vertellen. Dus
gepast waren maar aan. En dan begint hij ook maar een beetje netjes te praten. En hoe boterhammen er niet meer mee aan eten, maar eerst in stukjes snijden en aan een vork prikken. Want dat deden ze daar ook allemaal. En niet uit een bak, nee, van een bordje. Nou, daar kwam natuurlijk praat van. Niet op school, want die paters waren al lang blij dat ze niet meer het gevoel hadden dat ze nog in de missie waren. Nee, dan begonnen ze thuis te zeuren. Dat ik zo deftig aan het praten was. Stelden wij je niet aan zo. Je bent de burgemeester niet, gij. En toen wist ik het even niet meer. Tegenwoordig zouden ze dat een traumatische ervaring noemen. De psycholoog zou er zijn eigen mee bemoeien. Sociaal werkers, die zouden eerst naar school gaan om ze te vertellen dat ze meer rekening met het kind moesten houden en daarna de kinderbescherming inschakelen over zo'n zwaar geval van verwaarlozing en geestelijke mishandeling door dat mooi. Een heel batterij zogenaamde deskundigen zouden er onder leiding van een zwaar betaalde directeur die weer onder een zwaar betaalde toezichthouder werkt en grof geld aan gaan verdienen. Afijn, in mijn tijd moesten dat allemaal zelf maar op zien te lossen. Tegenwoordig zouden ze dat ermee klaar komen noemen, maar dat was in mijn tijd toch ook weer wel iets anders. Ik bedacht dat er toch op zijn minst twee soorten mensen waren. Mensen die onder leiding van de bruine paters hadden leren praten en mensen die het van ons moeder en hun moeder hadden geleerd. Dus als je iemand tegenkwam die je nog niet kende, dan moest je altijd even wachten tot hij weg zijn had. Want dan wist je tenminste hoe dat je moest gaan praten. En dat ging in het begin nog wel eens fout. Iemand vroeg in het bruine paters aan mij de weg. En ik begon heel mooi. Daar, bij die lantaarnpaal, daar moet er zijn. Of een keer in die nieuwe winkel, toen ik netjes vroeg, mag ik alsjeblieft 1 pond kees? Ja. Gelukkig was er nog een derde soort. En die maakte het niet uit hoe dat je het zegt, maar die wilde vooral weten wat gewoon zeggen. En die mensen hoefden niet per se ergens bij te horen, want als je bij de ene hoort, hoorde niet bij de anderen. En die hadden wel door dat er veel verschillende mensen waren op de wereld. Ene wereld die je toch met z'n allemaal deel hebt. En je voelt wel alle aankomen, hè? Dat was dus een pleidooi. Hè? Om toch vooral uw eigen taal te spreken. Hè? Maar dat maakt mij niet uit in ieder geval. In aansluiting daarop, dat gebeurt weer een hele grote hoop met ellende op de wereld op dit moment. Daar kan ik ook niks aan doen. En deze Lieke, dat gaat daarover. Alleen, ik krijg het met mijn vingers niet meer voor elkaar om dat goed te begeleiden, maar ik wil die tekst toch even voorlezen aan jullie. De Lieke, dat heet Samen. En ik weet niet zeker of dat op de site wel gezongen staat, maar dat maakt even niet uit. Dat liedje dat heet Samen, dat heb ik geschreven, schrik niet, want die tekst die is nou nog helemaal van toepassing, zou ik zeggen, maar die heb ik geschreven ergens begin jaren 80. Je kan wel een ogen sluiten voor de wereld van vandaag, maar of je daar wel iets mee opschiet, is maar helemaal de vraag. Iedereen zijn eigen mening, iedereen zijn eigen plek. Iedereen zijn eigen eten, zijn eigen kleur of gebrek. Want de wereld is al lang niet meer wit of enkel zwart. Alle kleuren van de regenboog, maar dan wel keihard. Iedere dag hetzelfde op tv en in de krant. En iedere dag het gevoel loopt stevig uit de hand. Iedereen zijn eigen oorlog, iedereen zijn eigen ramp. Zijn eigenste schandaal loopt tegen zijn eigenste lamp. En de wereld lijkt zo klein, maar de wereld is zo groot. De wereld lijkt zo levendig, mij ook zoveel dood. Niemand zet in zijn eentje de hele wereld naar zijn hand. En wie denkt dat die alleen leeft, die staat eigenlijk aan de kant. Bang zijn, dat helpt niet, daar schiet er niks mee op.
Wie dan nou wil luisteren, krijgt de kous op zijn kop. Gesnapt een ander beter, als je eigen beter kent. Samenleven is niet moeilijk, als je het woord maar herkent. Mooi. Kijk, dat was toch niet een centje van jou, hè? Nee hoor. Ja, hoe is dat zo groot? We zitten rond de 3 kwartier inderdaad, ja. Dat is jouw programma. Ja, nou, dan ga ik straks hiermee verder, maar ik wil nog even, ik wil jullie voor in de pauze nog iets meegeven. Dan hebben jullie met hem over te kletsen. Ik kort het verhaal even met in. Wie van jullie kent deze boekske? Een Busselke Brabants? Nee. Niemand, hè? Nee. Ik zal u vertellen, dat is geschreven door een Oosterhouter. Althans, geboren in Oosterhout. De eerste jaren van zijn leven doorgebracht hier in Oosterhout. Die mens die heet Hugo Sterrenberg. Met een inleiding van Piet Kerstens. En Piet Kerstens, wie er nou aan zelfs nog, heeft het geschubt tot minister van Onderwijs. En een Busselke Brabants, je kan het misschien van zover af niet lezen, maar een Busselke Brabants. Het staat tegenwoordig zelfs helemaal digitaal, kan het vinden. Maar een Oosterhouter, mensen. En dat was het allereerste boekje in dialect. Wat in Brabant verschenen is. En wij zijn die mensen dus helemaal totaal vergeten. Hugo Sterrenberg. Dus, daar moet jullie even meegeven. Ik heb nog de hermenie van hem. En daar beschrijft hij eigenlijk de askruizen in. Dat doet hij heel mooi. Maar dat doet de andere keer. En dan heet hij het ook nog over het schoonblommig Brabants. Oftewel, het Brabants is zo'n mooie taal. Maar ik wil eigenlijk deze verhaal even lezen. Dat heb ik al een keer gepubliceerd gehad. In de Oosterhouter, het Oosterhouts Weekblad. Maar ik lees het gewoon even ver. Over een betere, dat is in het ABN, oftewel in de standaardtaal. Over een, want anders mensen, als ik namelijk ga schrijven in dialect, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Als je gaat schrijven in dialect, dan kan geen man meer lezen. Over een betere benaming voor de Guido Gezellenlaan. Ik heb geprobeerd om uit te vinden wat de verbinding zou zijn van deze Vlaamse dichter met Oosterhout. Of was het gewoon toeval dat van alle schrijvers hij juist de grootste laan kreeg? Gezelle schreef zijn werk in het West-Vlaams, zijn moedertaal. Hij kon niet anders, want het ABN moest nog uitgevonden worden. Hij beheerste 15 talen en verzond niet alles zelf, maar vertaalde ook wel eens wat. En daar vinden we dan de link met Oosterhout. Gezelle vertaalde Hiawatha van de Amerikaan Henry Wadsworth Longfellow in het Vlaams. Een bekende Oosterhoutse componist die toch wel een straat kreeg, Marinus de Jong, en zo lang heet hij ook niet in Oosterhout woont, gebruikte 50 jaar later deze tekst voor een oratorium. Maar of dat nou de reden zou moeten zijn om zowel Guido als Marinus hier een straat te geven? Hugo Sterrenberg werd geboren in Oosterhout op 14 juni 1883. Er waaide een koude noordenwind en het werd niet warmer dan zo'n 16 graden. Ja, allemaal opgezocht, hè. Hij was de vierde in een leerlooiersgezin van in totaal 7 kinderen. En toen hij 3 was, verhuisde het gezin naar Tilburg. Hij werd jezuïet en werkte 20 jaar in Nederlands-Indië. En na de oorlog werd hij kapelaan in Rotterdam, waar hij op 2 april 1956 overleed. Maar toen hij geboren werd, kom ik straks nog even op terug, 1883, toen bestond het woord ABN nog niet, algemeen beschaafd Nederlands. Nou en, waarom zouden we een pastoor Sterrenberglaan moeten hebben? Nou, ik ga die van de heemkunde kring krijgen, dat wel van hem. Tijdens zijn verblijf in Batavia schreef hij een prachtig bundeltje gedichten in het Brabants dialect. Het is zelfs de oudst bekende gedichtenbundel in het Brabants. Hij was echt de eerste. Natuurlijk was zijn taal een beetje gemiddeld Brabants, net zoals Gezelle in gemiddeld West-Vlaams schreef.
Dat boekje draagt de titel Een bezoek in Brabants en dat woord Bussel kennen wij hier wel, hè? De inleiding van het boekje is van Piet Kerstens, geboren in Ginneken overigens, onder andere minister van Handel, Nijverheid, Scheepvaart, hoofdredacteur van de Tijd en later lid van de Eerste Kamer voor de KVP. Dus niet ten eerste de beste. En hij schrijft over Sternenberg en den ter goede trouwen aard van Doorstrouters, die heet zuiver als goud bewaard. Nou, komen we er toch goed vanaf, hè? Maar wat een straat geven ook, hè? En even verder, je zult ook merken, hij schreef het ook in het dialect, dat was wel heel grappig. Je zult ook merken dat pastoor Sternenberg veel weg heet van die Vlaamse pastoor, wat de mensen zo veel van houden, Guido Gezelle. Waarom dus een laan vernoemen naar Guido Gezelle als we er zelf eentje in huis hebben? Zoals Marinus de Jong hier in Oosterhout verblijft tussen Gris, Bizet of Bach, zo hoort pastoor Sternenberg te vertoeven tussen Hildebrand, Potgieter of Vondel. Nou, daar hebben tenminste wat te kletsen dadelijk in de pauze, hè? Of niet? Ja, er moest een pauze. En ik heb zelf ook even pauze nodig en dan gaan we na de pauze gaan horen. Komt de gitaar ook weer? Ja, zeker. Ja, enfin, jullie snapt dat ik daar bij die Frans altijd geen kwaad kan doen. Ik begin met mijn liedwerk eigenlijk dat straks had willen doen, maar ik zing het nog een en daar al weer. De lieken de heet In de Rij. En we staan allemaal wel eens in de rijen. En soms dan staan we in de rij omdat we er geren in staan. En andere keren dan staan we in de rij en dan hebben we een hekel aan. Maar er is ook nog een gezegde over een rij. En daar komt er dan wel achter. Ik heb deze lieken geschreven omdat ik helemaal niet tevreden was met mijn eigen lijf. En ik zong dan een keer voor, toen ter tijd bij mijn zangjuffrouw, zong ik dat lieken en die schoot helemaal in de drama. Ze zei, ik heb er nog nooit meegemaakt en een man kan zitten vertellen dat hij niet tevreden is met zijn lijf. Ik had zo gerne in een ander lijf gezien. Een flink stuk langer en slanker bovendien. En met een sixpack net zo strak als die atleten. Gewoon perfect, een plantje om te zien. Aan ieder hand wel 50 mooie vrouwen. En geen van al die 100 ontevreden. En rijk genoeg om dat altijd zo te houden. Maar bij het delen zat het helemaal niet mee. Ik stond achter in de rij. En ik kreeg wat anders mee. Ja, ik stond achter in de rij.
En ik kreeg wat anders mee. Heb je hem terug? Ja, ja. Dan zeggen we wel eens, hè, van, die heeft ook achteraan gestaan. Affen. Toen de lijf niet kon, toen wou ik een stel hersens. Want toch kan de dan toch altijd nog iets mee. Een talelijke knobbel, een IQ van 160. En iets vergeten, dat was er niet meer bij. Op ieder antwoord had ik wel 20 vragen. Of andersom, bij mij kwam het altijd goed. En ik hielp iedereen, en altijd zonder klagen. Maar die druktes gooide eten in het roet. Die rij was veel te lang. En ik stond les te gang. Ja, die rij was veel te lang. En ik stond les te gang. Dat is altijd een oplossing, hè? Een spiegel helpt u soms ook wel om te vergeten. En dat was het dus helemaal niet mee eens, hè? Of brengt u soms ook wel eens op een nieuw idee. Dus heb ik lang aandachtig naar mijn beeld gekeken. En gedacht, ach, we doen er dan maar mee. Want als je wil, dan kan de altijd wel klagen. Maar als je lacht, dan staat het niet eens vooral. Ja, ik doe iets fout. Ook zonder al die gekke blink-blink dingen is tot zover ook nog best wel goed gegaan. Dus nooit meer in de rij. Daar doe ik niet meer aan mij. Nee, nooit meer in de rij. Nee, dat doe ik niet meer aan mij. Ik ben toch wie ik ben, zoals iedereen mij kent. En daar zal het dan toch gewoon bij ontwemen. Een beetje relativeren heet dat tegenwoordig, hè? Relativeren. Enfin, we gingen het vandaag hebben over het dialect. Het allereerste liedje wat ik schreef in het Worsterouds, dat is getiteld Worsterouds, wat is dat? Oftewel, Oosterhouts, wat is dat? Ja. Enfin, daar schreef ik begin 70 ergens. En, nee, ik maak niet liegen, halverwege de jaren 70 schreef ik dat. En dat begint met het zinnetje. Het zou me niet verwonderen dat er na een jaar of 10 geen man meer Oosterhouts praat. En het is onderaan zover. Ja, dat is wel vaak. Hebben jullie dat gezien? Ja, die heb je niet. Dat is van de week, hè? Ja, en dan... Dan zijn mijn schoenen in de eerste klein, zou ik maar zeggen, hè? Want dan... In deze lieken heb ik het daar ook over, hè? Dat je met de carnaval, ja, dan mag er ineens allemaal weer wel zo nodig in dialect gesproken worden. En dan mot het allemaal. Het viel mij overigens tegen. Ik heb ook de kiekriki nog eens even deur zitten blaaien. Ja. Daar stond, andere jaren stond daar ook veel meer dialect in als nou. Daar is het ook al bijna helemaal weg. Dus die jaar of 10 moeten wij een korreltje zout nemen. Maar het verdwijnt zo. Kakelers! Als je dan de eerste helft wel in dialect aan wil geven, doet de tweede helft van dat woordje dan ook goed. Ja, die komt van de mei, hè? Die komt van de mei, ja. Ja, maar die kan ook heel goed plat, hoor. Dat klopt. Het zou me niet verwonderen dat er na een jaar of 10 geen man meer was. Trouwens, praat. De Amsterdams of de Rotterdams of de Arbenees of Nederlands het hier te zeggen had. Heb je dan nog niet gemerkt dat er hard al wordt gewerkt om de vuur te laten gaan? Om Oosterhout te laten groeien zal het Oosterhouts moeten bloeien, maar geen man dat nog verstaan. La 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 la.
Ik heb de refrein expres heel makkelijk gehouden, maar dat is beter. De zachte geen dat kan nog wel aan witte helft niet hoe dat je dat schrijven moet. Ach, hem uitspringt net als ze dat op de televisie doen, dan gaat ook heel kapot. Maar dat is niet het grootste kwaad, gaat erom het te verstaan dat je dat niet aan mij wilt doen. Ze noemen het dan allemaal bot, of een eigenwijze zot, of een Brabantse boer. Komt ie, een carnaval. Kijken of je leed nog weet en snapt. Maar gelukkig eerst per jaar, dan komen we allemaal bij elkaar en dan denken we daar niet aan. Geef elkaar dan een hand en je praat zonder verstand, je kan elkaar verstaan. En dan duurt het maar een week, dan hangt er niemand niet van streek, om wisselen oorsprong is gewist. Omdat die zonder het te vragen, net als iedereen in die dagen, kaaien, schet en seksels pist. Hun moraal bij zo'n verhaal, dat hoort erbij, al zal niet makkelijk zijn. Hier in Oosterhout iets te zeggen dat je niet hoeft uit te leggen en dat toch waar mag zijn. Maar hoe je het zegt, dat blijft gelijk, of je arm bent of rijk, gewoon toch in dezelfde stad. En ben daarom maar eens blij, want daarom wordt er nou een bij en praat gerust maar. Goed zo! Dialect, even in het algemeen. Dialect. Voor de mensen die mij een boek hebben, die kan ik dat allemaal nog eens naslaan. Ik heb achterin die boek, heb ik ook het een en ander verteld over taal. Dan had ik hem niet aanstaan. Nee. Oh, dan ben ik toch een lummelen. En nou? Oh, nou, moet ik even kijken. Klinkt hetzelfde. Ja, nee, dat snap ik. Oké. Ja, dan zet ik hem nou weer mee. Nee, want ik wou iets vertellen over de taal. Eigenlijk is taal gewoon een hele ingewikkelde verzameling van allerhande klanken en dingen. En daardoor kunnen we met elkaar praten, kunnen we communiceren. Maar dat kan alleen als zowel de zender als de ontvanger, zou ik maar zeggen, hetzelfde programmaatje gebruiken. Ja. En vroeger was dat allemaal niet zo'n probleem, want ja, de gemeenschappen waren allemaal niet zo groot en iedereen had zijn eigen taaltje. En in Afrika is dat eigenlijk op heel veel plekken nog steeds zo. Ieder dorpje had zo zijn eigen taal. En die kon best wel verschillend zijn, maar dat was helemaal geen probleem, want je begreep in ieder geval die van de buren. En die van de buren begrepen weer van die buren, dus dat communiceren dat ging eigenlijk altijd wel goed. Die taal die maakte uw eigen eigenlijk al van heel jongs af aan. Al die regeltjes die eraan ten grondslag liggen. Hè? Op een gegeven moment dan weten, geloopt des fout, het moet zijn gelopen. En vark is niet het enkelvoud van varken. Ja, dat zijn afspraken die wij hebben zo. Dat is de taal.
En dan heb ik het eigenlijk over de gesproken taal. En die gesproken taal, die was heel lang, overal was er gewoon plaats gebonden. En tegenwoordig noemen we dat dan allemaal dialecten. En de wetenschappers die hebben dat allemaal die hebben dat allemaal uitgezocht. En die doen alsof ze erbij geweest zijn. En het kwam daar vandaan en het ging daar naartoe. En je beïnvloedt zus en beïnvloedt zo. Geloof ik allemaal wel. Maar het was altijd een gesproken taal. Het schrijven, mensen. Er kon bijna niemand lezen en schrijven. Dat was verbouwen aan de klerikaal toestanden, de geestelijkheid, zou ik maar zeggen. En die schreven eigenlijk maar heel weinig op in de eigen taal, dat ging altijd in het Latijn. Dus de Nederlands, dat bestond eigenlijk helemaal niet. Toch hebben wij allemaal op school, hebben wij het vroeger allemaal nog gehad over Oud-Nederlands en Midden-Nederlands. En eigenlijk is dat enig groot flauwekul. Ik heb daar, en dat beschrijf ik in mijn boek allemaal wat uitgebreider natuurlijk. Ik heb daar een beetje benaderd, zoals die journalistengroep van Follow the Money. Mm. Maar waar komt het eigenlijk vandaan of waar gaat het eigenlijk naartoe? Het Oud-Nederlands, zou ik maar zeggen, dat zijn alleen maar dialecten. Het woordje Nederlands bestond nog niet eens in die tijd. Ook bij de Midden-Nederlands, en dan beginnen ze het, dat begint eigenlijk altijd. Al diegenen die ooit literatuuronderwijs hebben gehad, die krijgen dan Hadewig. Ik lees het op hoor, want ik had daar niet op. Hadewig. Dat is een woord waarschijnlijk. Nou, dat is dus Antwerps dialect. In Antwerpen 1240. Maar ook uitgegeven in het Latijn en in het Frans. Van den Vos, Reinaarde, geschreven in het Vlaams, Gents. Karel en de Elegast, Brabants, Vlaams, Beatrijs, Brussel, Marieke van Nimwegen, Antwerps. Met andere woorden, wat daar dan zogenaamd Midden-Nederlands is, het woordje bestond belangrijk niet. En dan gaan ze het hebben, Nieuw-Nederlands vanaf 1500, nou dat klopt ook allemaal helemaal geen Nederland. Niks van. Dan krijgen we de 80 jaar oorlog en Luther die komt eraan met wel het protestantisme. En dan begint er wel wat te broeien in de talen en zo. En dan gaan ze al wel, want dan krijgen we de republiek. En dan komt er noodzaak om een soort van gemeenschappelijke taal te hebben. Want elke provincie had gewoon zijn eigen groepje van dialecten. Maar op het moment dat je dus een groter geheel wordt, dan moet er ook iets van een gemeenschappelijke taal komen. En dan Vondel en zo, en Hugo de Groot. En die beginnen dan voorzichtig te stoeien met de eerste regeltjes. Maar dan hebben ze het nooit over Nederlands, want dat woord bestond nog niet. Die hebben het dan over het Neder-Duits. En Duits is eigenlijk weer afgeleid van Diets, oftewel volks. Het Neder-Duits, de eerste opdracht die gegeven werd, want dan zeggen ze altijd, de Bijbel, dat was dan het allereerste Nederlandstalige boek. Nou, de opdracht daarvoor die was ook, dan moet ik even kijken, tot de overzettingen van de Bijbel uit de Hebreeuwse in onze gemene Duitse spraken. Zo staat er, hè? Dat was de opdracht voor de Statenbijbel. Dus niks Nederlands. De allereerste koning van Nederland die zorgde voor verandering in die situatie. Want heel lang was eigenlijk, zeker voor de notabelen, was Frans de voertaal. En de eerste koning van Nederland, dat hoeven jullie hem niet uit te leggen, dat was een Fransman. Ja. Maar dat was een Fransman en die wilde graag van Nederland, wilde niet iets moois maken, dus die ging ook op les. Nederlands leren, het beroemde zijn uitspraak, ik ben het knijn van Nederland. Ja. Maar goed, dat was de eerste die verordoneerde, overigens ook een Frans woord, die verordoneerde dat er in het Nederlands geschreven moest worden. Rond die tijd zijn ze ook al wel bezig hoor, om die Nederlandse taal, het nationalisme,
In Duitsland waren ze ermee bezig en in Frankrijk waren ze ermee bezig en in Engeland waren ze ermee bezig. En dus in Nederland liepen ze erachter, maar daar gingen ze ook mee aan de slag. Het duurde nog best lang, hij kreeg het niet voor elkaar, maar daar waren hoe langer hoe meer officiële documenten ook in het Nederlands geschreven. Nou, onze koning Willem I, die ging daar ook nog weer mee verder en dan uiteindelijk is er vanaf 1876 is Nederlands ook een vak op de universiteit. De voertaal is dan altijd nog Latijn, hè? Latijn was het voertaal op de universiteit. Maar dan wordt het vak Nederlands gegeven. En dan de voertaal Latijn werd overigens een paar jaar later afgeschaft. En toen werd het dus ook gewoon Nederlands. En op dit moment, nou zijn we zo'n 150 jaar later, is het Nederlands weer afgeschaft als voertaal. Engels. Vreselijk. In het jaar dat mijn oma geboren werd, 1891, dus zo kort geleden nog maar. Maar, ik bedoel, ik heb mijn oma nog heel goed gekend en zij mij ook. Maar in 1891 werd de term algemeen beschaafd Nederlands ingevoerd. En schrik niet, in 1891, die term werd wel ingevoerd, maar nog geen 2% van de bevolking sprak ABN. Zo weinig waren er dan. En om je duidelijk te maken wat voor een klein percentage dat het is, en dan ga ik eens gewoon even kijken met jullie, tegenwoordig, van alle mensen die in Nederland wonen, is tussen de 5% en 10% niet in staat om Nederlands te spreken. Spreekt geen Nederlands. Van de bewoners van Nederland. Dus een veel groter percentage. Hoeveel mensen kennen wij die geen Nederlands spreken? Ja? Om maar even aan te geven van hoe weinig mensen dat... Ja, we zullen er misschien één of twee kennen en dan houden we het op. Maar hoe weinig mensen dat er toen ABN spraken. En dat duurde eigenlijk tot pakkenbeet, zeg maar, de Tweede Wereldoorlog. Toen werd natuurlijk alles nogal flink door elkaar geschud. En na de Tweede Wereldoorlog krijgen we de radio, we krijgen de televisie in de 60e jaren, die komt in opkomst. Dus de mensen worden al veel meer geconfronteerd met ABN, want die presentatoren werden erop geselecteerd. Piraten hadden toen nog niet, dus ze konden ook niet stiekem naar hun eigen radio luisteren. De economie hielp natuurlijk ook mee, hè? De infrastructuur werd langer beter, mensen reisden meer, enzovoorts, enzovoorts. En het dialect, vlak na de oorlog, was het percentage, laten we zeggen, zo ergens tussen de 10% en 15% die ABN sprak. Maar op de scholen, wat ik bedoel, het ABN was eigenlijk een schrijftaal. Dat was geen levende taal, dat was een schrijftaal. En iedereen moest maar zo gaan spreken. He? Maar het was wel de taal van de natie. He? Een taal met een leger. Ja? Dus die konden dat dwingend opleggen. En op school was verplicht ABN. Enfin, ik heb daar mijn verhaal over verteld. Het percentage was nog heel gering. Als je op dit moment gaat vragen aan mensen van... spreekt u ABN, hè? Dan zal zo rond 80%, 85% zal zeggen, ik spreek ABN. Of dat ook volgens de definitie van de ABN is, is een ander verhaal. Hè? Met name de mensen in het westen van het land hebben heel gauw het gevoel dat ze ABN spreken. Terwijl wij dan met z'n allen kunnen horen van, ja, maar jij komt gewoon uit Rotterdam, of jij komt uit Amsterdam, of jij bent een Hagenees. Ja, maar die vinden van de Rijken ook al heel gauw dat ze ABN spreken. Tegenwoordig hebben ze die term expres laten vallen, ABN. Want in de definitie van ABN stond namelijk, ik moet niet kunnen horen waar jij vandaan komt. Ja, die is natuurlijk ook wel heel scherp geformuleerd, hè. Nou, gevolg, ABN zeggen we niet meer. We hebben het tegenwoordig over de standaardtaal. En toevallig stond er in de
zeg het eens, De Morgen, dat is een Belgische krant, er stond een heel mooi artikel van een Leuvense professor die het had over het verschil tussen de standaardtaal en de tussentaal. In België noemen ze dat tussentaal. De taal die ik nou spreek is een beetje de tussentaal. Ja, er is nog wel wat dialectinvloed te horen, maar het is toch wel door iedereen te verstaan. Dat noemen ze in België de tussentaal. En die tussentaal die wordt eigenlijk hoe langer hoe belangrijker. Dialect, zoals ik dat gebruik in mijn schrijfseltjes, dat dialect, dat gaat gewoon verdwijnen. Dat gaat gewoon echt weg. Gaat dialect helemaal verdwijnen? Nee. De invloed van het dialect blijft hoorbaar. Taal is een levend iets. Ik heb het over de gesproken taal en niet over de geschreven taal. Want zo gauw als ik het dialect ga schrijven, hebben jullie allemaal een probleem, want jullie zijn niet gewend om het te lezen. Als jullie het woordje tegelzetter zien, daar staat vol met lettertjes E. En toch hebben de E, de E en de E-klank erin zitten. En in jouw hersens zie je precies van die E is een E en die E is een E. En hè, dat is voor kleine kinderen nog een moeilijkheid om te lezen. Hè? Hetzelfde letterlijk en anders klank. Ja? Maar wij zijn zo geprogrammeerd dat wij de tekst gewoon vlot kunnen lezen. En zo gauw als iemand dialect gaat opschrijven, die gesproken taal, dan moet hij allerhande tekentjes en dingen gebruiken om daar te benaderen. Het kan nooit helemaal precies, maar om dat te benaderen. En als je daar niet gewend bent, kan ik niet lezen. Om dat op te lossen, overigens, heb ik bij mij een boek. Heb ik alle teksten, heb ik nog steeds op de website staan. En die kunnen dus gewoon allemaal, kunt met een boek in, want daarom heb ik er ook prentjes in gezet. Maar je kan met die een boek in de hand, dan kan je gewoon luisteren naar de tekst. Enfin, dialect. Oostrouds dialect. Gaat dus ook verdwijnen. Maar het Oostrouds dialect van pakken we 50 jaar geleden. Het was plaatsgebonden. Dat plaatsgebonden dat verdwijnt, dat zei ik al. Het woordje houdoe wordt natuurlijk in Brabant heel veel gebruikt. Buiten Brabant hebben ze onderzocht op social media. Hebben ze onderzocht waar wordt er nog veel gebruikt? Nou, schrik niet, in Amsterdam en in Utrecht. En hoe komt dat? Daar zitten veel Brabanters. Ja? En zo gauw als jij buiten Brabant bent, dan wil jij toch dat stukje van jouw eigen identiteit nog bewaren. Ja? En dan gebruikt je zulke woorden. De jeugd van tegenwoordig, die wil die identiteit dikwijls ook nog gebruiken. Maar die hebben niet meer de grammatica meegekregen. Ja? Wij dialectsprekers, hoor mij nou. Wij dialectsprekers hebben nog het verschil tussen ne en un, hè? Mannelijk en vrouwelijk. Hè? Ne stoel en een tafel. Ja? En nooit ne tafel, dat is fout. Ja? Vroeger in de kiekeriekie kon ik ook altijd gelijk de mensen eruit pikken die probeerden om in dialect te schrijven, maar het niet konden. Ja? Want die maakten dat soort van fouten. De jeugd van tegenwoordig doet dat eigenlijk ook. En die doen het dan zogenaamd fout. Ik vind helemaal niks fout. Taal is taal. En als je elkaar dan verstaat, is het allemaal prima. Een koekske. Ja? Een bangerske. Die een uitgang, dan zeggen ze, oh, dat is typisch Brabants. Maar dan gaan ze dan overal achter plakken. Hè? We gaan een kroketske pakken. Weet je wel? Zo op die manier. Maar het is wel een teken dat het nog wel als middel van identiteit gebruikt wordt. En daar zullen we ook nooit uitkrijgen. En ik denk dat over 100 jaar nog steeds wel mensen tegenkomt met een zachte G. Ja? Ik heb overigens van Guus Meeuwis, even tussen de wandelen. Guus Meeuwis, die had dan zo'n concerten met de zachte G, weet je wel. En toen heb ik nog eens al zijn liedjes terug zitten luisteren. En gehoord, de opnames van 20 jaar geleden, konden nog een beetje van de zachte G ontdekken. Maken ze best de opnames ook, dan is de rukkeur verdwenen. Sorry. Dialect, beste mensen, is gewoon een volwaardig taalsysteem. Een levende taal.
taal verandert, dialect verandert, het Oosterhoutse dialect. Wij vroeger tegen op een grensvlak lagen, bij de Dommel lag de grens. Het Oosterhoutse dialect hoorde bij de West-Brabantse dialecten. De grens die lag bij de Dommel. Hè. De Dommel was gewoon een fysiek grenspunt natuurlijk. Maar ook aan de andere kant van de Dommel was bisdom Den Bosch en hier was bisdom Breda. Dus dat was ander volk. Ja. Daar liep de grens en dan het Midden-Brabant en dan het Oost-Brabant. Hier in West-Brabant hadden dan het Markizaans, meer Bergen op Zoom. En dan hier hadden wij eigenlijk het Baronies. We hadden nog meer, gaan nog wat meer, maakt niet uit. Wij vielen eigenlijk onder de baronie, maar wij zitten een beetje aan het randje. En ik mocht de woordjes bij elkaar zoeken voor het leesplangerske, het Oosterhoutse leesplangerske. En één woordje daarvan, daar kreeg ik reacties op uit Oosterhout, namelijk het woordje terrewebs. Moet dus fout hem op perweb zijn. En ik wist niet beter als dat was. Terweb zijn. Ik kom op en denk dat ooit een fout gedaan. En ik Jos Zwanenberg, maar is gebeld. Jos Zwanenberg overigens is professor in Tilburg. Die maakt ook echt professor zijn. Ik Jos maar eens gebeld. Zei Jos, ik dacht, ik ken niet anders dan terwebs. En als ik dat moet gaan verklaren, misschien heeft het wel iets met het Franse ter te maken. Hè? Want wij zien het wel eens in de grond. En perwebs, dat komt van paardenwesp. Hè? En, oftewel, die hele grote jongens. Oftewel, de horenaar. Dat is een perwebs. Maar terwebs is gewoon een wesp. Nee, zit hij. Terrewebs heeft niks mee dingen te maken. Dat is eigenlijk toch weer een verbastering van die perrewebs. De terrewebs, hij zegt, en het woord, en het is te verklaren. Ik heb hier op de versensieschool gezeten, waar de hindkundekring zo lang gehuisd heeft. En daar kwamen de jongens van Boerenland, die kwamen daar ook allemaal naar school. En daar heb ik dat woord terrewebs van geleerd. Hij zei, en dat woordje terrewebs, daar zit inderdaad Boerenland, domme. Daar komt dat woordje voor. Ja, daar komt dat woordje voor, de worst. De worst. Dus excuus voor alle mensen die terecht zijn. Terrewebs maken. Het Oosterhoutse dialect is nog eigenlijk veel meer te vertellen, maar ik wil wil ik nog een verhaal vertellen. Als ik verhalen moet schrijven. Als ik verhalen moet schrijven, dan krijg ik dus dikwijls de opdracht, zou ik maar zeggen, van schrijf daar en daar maar een verhaal over. Hè, als je voor zo'n boekje een verhaal moet schrijven. Deze verhaal, dat was het jaar dat de moeder, de vrouw, hè, Martine Snijhoff, dat ze dat als thema gekozen hadden. En ik probeer in mijn verhalen altijd op een zo natuurlijk mogelijke manier het dialect te gebruiken. En dan ben er bijna wel toe gedwongen om ook alle mensen op te voeren in hun verhaal. Maar ik probeer het ook in deze tijd te plaatsen, want als ik voor mijn eigen de opdracht heb om dialect levend te houden, dan moet ik niet alleen maar als een soort van erfstuk, alleen maar over vroeger ouderen, dan moet ik het ook over dingen hebben van nou. En in dat jaar heb ik het verhaal geschreven, Me Too. Je voelt me al aankomen. En Me Too, dat verhaal, dat is mij daar niet door iedereen in dank afgenomen. Want heel veel van de dialectliefhebbers, dat zijn oude mensen. En die zijn ook wel conservatiever, zal ik maar zeggen. En die vonden dat ik bepaalde dingen eigenlijk niet had moeten doen. Maar ik zal het verhaal voorlezen. En Me Too heet dat verhaal dus. En het is een gesprekje, hè. Me wie? Nou, Me Too. Nee, die ken ik niet. Van wie zou er dat dan neer moeten zijn? Maar, luister nou eens. Dat is niet iemand
Ja, maar het moet toch wel een sloerie zijn, want ze hebben het er regelmatig over. Ze hadden er net zo goed Mies Schandaal kunnen noemen, niet dat? Ja, maar een schandaal is het wel, maar het zit net even wat anders. Als je me nou eens even laat uitpraten, dan zal ik het u uitleggen. En meedek de zee schrik ik van mijn eigen. Hoe ga ik aan een mens van over de 90 nou zeggen hoe dat het zit met al die vrouwen die, zachtjes uitgedrukt, lastig gevallen zijn. En daar nou eens eindelijk mijn recht over klagen. Kan ik ons maar dan nog wel ander verstand gepraat krijgen. Een beetje roddelen is altijd wel gerig gedaan, maar deze was toch wel een ander verhaal. En dan ook nog bij mensen van de film en toneel. Was dat altijd al een aparte wereld waar we eigenlijk maar beter niet mee kon bemoeien. Als ik daarover zou beginnen, dan kan ik het wel vergeten, want die goddelozen die hebben er zelf om gevraagd. Ik zal het over een andere boeg moeten gooien. Maar, weet jij nog van Mientje, van tante Sjaan? En het duurde even, want ze wil eigenlijk niet toegeven dat ze dat nog maar al te goed weet. Ja, jij bedoelt toch dat ze in de stad bij meneer Pstoor moest gaan werken omdat ze een kleine had gekregen? Ja, dat weet ik nog wel. Maar daar kan het maar beter niet over hebben. Per slotverrekening is ze zo toch nog goed terechtgekomen. Maar hij heeft hij nou weer te maken met een schandaal. Maar, weet jij soms ook nog wat er met dat kind gebeurd is? Nou, precies weet ik het ook niet. Maar het schijnt dat hij bij een boer terecht is gekomen als aangenomen kind. Maar waarom rakelde dat nou allemaal op? En zo wordt er een beetje ongeduldig van, want over die dingen weer niet gepraat. En als het iets te moeilijk wordt, dan is het ook altijd wel makkelijk dat je de pastoor kan napraten. Maar ik denk dat ze er zelf toch ook wel iets van gevonden moet hebben. Ik zie anders dat ze het liever niet wil zeggen. Dus ze kijkt maar naar buiten en ze wrijft een beetje in de handen. Ik zeg maar niks. En ik geef ze nog maar even de tijd om na te denken. En dat helpt. Ik heb ze na de hand nog maar één keer gezien. Toen had ze een dag vrij. En toen kwam ze naar ons jaan. Ze heeft daar zijn wij de hele middag zitten schreeuwen. Ze wou haar kindje terug. En op zijn lest snotterde ons jaan mee. Ik ook, ik ook. De klok tikt. En de ketel staat te pruttelen op de kachel. En buiten is nog altijd niks te zien. En er het thee wordt koud. Ons jaan heeft er nog altijd moeilijk mee. Ieder jaar mee ze een verjaardag, dan brandt ze nog altijd een kerstje voor dat mannetje. Maar ma, zo'n kind eet toch ook een vader? Ja, maar die hoogheren die komen er altijd mee weg, hè? Als die zonder nozel groen blaadje kan pakken, dan zullen ze het niet laten. En die vrouwen moeten er altijd maar voor opdraaien. Nou ma, al die vrouwen die ook van die rottigheid hebben gehad, willen dat die mannen nou eens worden aangepakt. En daarom roepen ze me toe. Ze slurpt dus aan een koude thee. En ze begint aan haar koekje. Ik heb het niet gelukkig. Ik heb gelukkig niet zo slecht gehad als Mientje. En nou laten ze mijn vocht wat meer rust. Maar eigenlijk ben ik dan ook wel een beetje me too. Hoezo dat nou maar? Nou, 8 kinderen en 3 mieskramen tussen deur, bedankt. Ja. Misschien snapt er nou ook dat ze met zonne-end zo'n verhaal die aan het konden. Maar ik vond toch dat het geschreven moest worden, want we hebben het waarschijnlijk op de reportages op de televisie, dat we wel kunnen zien. Ik weet het niet meer waar het mee dan. Enfin, binnenkort is het weer zover, mensen.
Ja, ik heb het even niet over de kelder van, hoor. Dat gun ik ook iedereen. Bij vreugde, als ik niet. Nee, nog een paar weken verder. Mijn bioritme is gestoord, de klok vooruitgezet. Nou kom ik in, het is ongehoord, altijd te laat uit bed. De zomer stal over de deur, maar daar ben ik niet aan toe. Want 's morgens als de haan al kraait, voel ik mijn eigen moe. Voel ik mijn eigen moe. Zoals het klokje thuis tikt, tik het ook in het café. Maar om erbij te houden, dat valt helemaal niet mee. Want eten, werken, slapen, vrijen, alles is in een tijd. En dan moeten ze niet aan komen, want dan raakt het ritme kwijt. Dan raakt het ritme kwijt. Het is morgens koud, maar s'avonds blijft het zeker langer licht. Maar ik kan er slecht aan wennen, ik voel me ergens zo ontwricht. Na het eten krijg ik honger en na het vrije krijg ik zin. Maar ik kan zo hard niet lopen, ik haal dat uurke niet meer in. Ik haal dat uurke niet meer in. Maar na verloop van tijd, dan raakt er toch nog aan gewend. Ontdekken van de wegen aan de kanten nog niet kent. De zomer gaat voorbij en de winter komt eraan. En om mij dan te pesten, moet de klok een uur teruggaan. Nou, die spreekt al niet meer, hè. Moet de klok een uur teruggaan. Ja, kom op, joh. Dan is mijn ritme weer gestoord, de klok is teruggezet. Dan kom ik en het is ongehoord en eens te vroeg uit bed. Ik ben trouwens overal te vroeg. Ik ben de kluts goed kwijt. En witte wet er reën is. En witte wet er reën is. Het gesjoemel bij de tijd. Het gesjoemel bij de tijd. Waarom zing ik dat nou? Oh ja, daar zing ik omdat ze al jaren, let maar eens op, straks staat het weer in de krant hoor, daar gaan ze in, tot en met het Europese parlement toe gaan ze erover. Gaan ze erover maken dat die klok ook weer verzet moet worden. En dan zit ik altijd maar te vergeefs te wachten totdat het ook echt gebeurt. Deze is een verhaal, dat is niet helemaal echt gebeurd, maar ik ga het langzamerhand over wat andere mensen hebben. Het is getiteld De Buurman. En dat was toen onze kinderen nog klein waren. Van achter zijn snor vertelde die verhalen over vroeger, hoe dat het toen allemaal was geweest. Hij had het meegemaakt, voor hem was er niks nieuws onder de zon. Was er niks nieuws onder de zon. Vertelde niet van grote lekens, van onderduikers en moe, van honger en geweld, van geld en jaloezie, van geluk en van verdriet, maar van kinderen vertelde hij niet. De buurvrouw zat erbij en knikte ja en nee. Ze had toch niks te zeggen, want de baas was aan het woord. Ze zorgde voor de koffie en ze zorgde voor een sneken brood. Maar praten deed de buurvrouw nooit. De kinderen kregen soms een snoekje en zeiden netjes, dankjewel buurvrouw. Dan lachten ze en veegden door handen aan de schort. En vlugjes langs de ogen met de mouw. Maar op een dag in het voorjaar, toen ging de buurvrouw dood. De buurman bleef alleen bij zijn foto's en zijn prentjes. En de dingen die hij na de oorlog verder had gemaakt.
mij zo veel liefde had gewacht. Maar waar moest hij die nou laten? Nou, er in zijn huis eigenlijk niemand meer naar keek. Hij had zoveel verdriet en praten deed hij niet, want kinderen die had hij niet. Praten deed hij niet, hij had te veel verdriet, want kinderen, nee, die hadden ze niet. Even een ander ding, dan gaan we een experimentje doen. Vinden jullie dat goed? Ja. Een experimentje. Ja, niet meer jullie, want dat hebben jullie zijn dialect te promoten. En daar is hij veel onderscheiden. En een aantal van die onderscheiden mannen die maken, die eens in de zoveel jaar maken, die een project opstarten, krijgen ze geld voor. En een paar jaar terug hadden ze een project en dat ging over. Wilden ze de zandpaden van Brabant wilden ze nog eens even onder de aandacht brengen, want heel veel zandpaden in Brabant zijn aan het verdwijnen. En toen belde iemand op, Rens, wil jij ook wel schrijven? Wil jij ook iets maken? Ik zeg ja, dat is goed, dat wil ik dan. Spijt dat je er net. Dan wil ik dat wel en dan schrijf ik wel iets. En toen begon ik te schrijven. En wat deed hij in Loodorgen? Ja, dat moest in dialect. Wat deed hij dan? Die mensen die belden een paar weken later op en zeiden: God, hij maakt er toch wel muziek bij? Hij maakt wel een keer los. Ja, Thomas had daar dan gelijk gezegd. Want als je een lied kan schrijven, dan schrijf je alles. He, dan moet je rekening houden met de melodie en met maat en met metrum en enfin, moeilijk. Ik zeg, ik zal mijn best doen. Enfin, ik heb mijn best gedaan. En overigens, een zaand, begint er maar eens aan. He. Maak er maar eens iets van, zaand. Wat heb ik gedaan? Ik heb het zandpad heb ik genomen als... Moeilijk woord, metafoor. Is niet gering, hè? Ik heb het genomen als metafoor. Het lieke heet ook gewoon de zand. En ik was bezig met de muziek van de lieke. En ik kwam er net niet helemaal aan uit. En toen ging ik naar Nout Koevoets. Die kennen we ook allemaal. Nout. Ik zei, Nout kan ik haar niet helpen. Maar zit gestuurd, dus een mailde tekst even. En een paar dagen na de hand kwam ik bij hun. Hij zei, ik wil eerst horen weg aan Jan Laat. Enfin, ik heb al te horen en ik kan Jan Laat. Hij zei, oh ja, ik had bijna hetzelfde. Het eerste stuk was nog helemaal hetzelfde. Helemaal los van elkaar. Het tweede stuk is van hem. Maar hij heeft voor mij want hij heeft er een mooie begeleiding van gemaakt. En dat kan ik helemaal niet. En mijn vingers zijn toch al niet meer zo, zoals het moest zijn en zo. Dus ik heb nou de begeleiding. En ik hoop dat ik het kan horen en zo. En dat het allemaal synchroon gaat, want ik kan nou niks proberen. Zand. Experimentje, hè? Zand. Of de techniek ons niet in de steek laat. Twee keer een klikken moeten. Zand, zand. Speulend zand. Ja, het was maar zand. Mijn plek, mijn spulgoed. Op de pad. En mee werd nat. Ineens een taart. Of een kasteel en langs de pad een berm in alle kleuren, rood of pers of blauw of wit, maar meestal groen en geel, maar meestal groen en geel. Zand, zand, schrijvend zand. Ja, het was in het zand waar ik al hinkelend mee mijn voeten bijna vallend al in een hart ons namen schreef. Daar in de berm voor het eerst gevreeën en
eigen zee dat ik vertan mijn leven lang bij jou bleef. Dat ik vertan bij jou bleef. Zand, zand, zwoegend zand, ja, het was uit zand, door wind en water meegebracht, fluitend, zij aan zij in een tuin gemakt, waar ons kinderen groeiden. Soms de hel en soms het paradijs, maar het was onze lof van Eden, waar een bloem bloeide, altijd wel een bloemke bloeide. Zand, zand, zwervend zand, ja, liep op zand, de pad, de weg. Ach, wie zou het zeggen, liep door de modder, in de regen, door het stof in de zon. Ik liep mijn pad van zand naar zand, zand mijn land, mijn eigen land, totdat ik niet meer kon. Speulend, schrijvend, zwoegend, zwijgend, stromend zand liep ik mijn pad, totdat ik niet meer kon. Totdat ik niet meer kon. Van het jaar, het boekje komt 5 maart uit, dus dat is over 2 weken, zoiets een beetje. Voor de mensen die er naartoe willen, in Lid, aan de Maas, bij Os, zit er ook. In Lid, op zondagmiddag om 2 uur begint hij. En dan wordt hij gepresenteerd en dan doen we dingen bij hem en zo. Ik heb voor deze jaar, heb ik voor dat boekje twee dingen geschreven. Het ging van het jaar over identiteit. Nou, dan moet er dus over uw eigen gaan schrijven eigenlijk. Hè? Over zeg maar wie je bent, of zo. Ik heb dat titel gekregen, geloof ik. Ik zal u zeggen wie ik ben. Nou, nou heb ik een verhaaltje geschreven, maar ik heb ook een soort van gedichtje geschreven. Dat wil ik even voorlezen, dat is het kortste namelijk. En dat heet liegen. Ja, het wordt een moeilijke hoor, maar het gaat over identiteit, hè? Liegen. Kindjes mogen niet jokken, mensen niet liegen. Iedere zaterdag in de rij naar de biecht. En hadden niks te biechten, dan loogde maar dat je gelogen had. En dat was dan in ieder geval waar. Best zou ik zeggen als ze het vragen. Maar opa, als het allemaal zo oneerlijk is, dan mag er toch goddomme ook wel keihard er tegenin. Eerlijk duurt het langst. Maar de brutalen hebben de halve wereld en de sterken de rest. Als ik eerlijk ben, dan wordt het zo op mijn oude dag weer een keer biechten. Biechten dat ik gelogen heb, maar dan tegen mijn eigen. ze hebben ook altijd prijzen, hè? Daar in Oost-Brabant zijn ze gek op prijzen, alle prijzen. En ik met mijn Oosterhoutse dialect, ik win nooit. Nee, echt niet. Maar ik zit altijd bij de eerste 3. Serieus. Serieus. Dat jaar dat ik een boek uitbracht, dat ik dat project gedaan had, hadden zelfs van de provincie de zachte G-prijs. De provinciale prijs.
Daar zat ik bij de laatste drie genomineerden. Zo. En toen kreeg Cor Swanenberg voor zijn algehele oeuvre. En mijn Torstrouds dialect komt er niet. Maar goed, bij deze gedichtje wier ik ook weer tweedes. Of nee, ik wier tweedes, maar daar is ook een Willem Ieverprijs. Die wordt ook ieder jaar uitgereikt. En deze was wel het hoogst genomineerde gedicht, zou ik maar zeggen. Bij de katten, maar ze kennen geen categorieën daar. Gedichtineerd Oppas Oma is uit het boekje van 2021 en toen zaten we er nog middenin, zou ik maar zeggen. Het heet Oppas Oma. En daar zit ze dan, stilletjes vertrouwen. Ze hoeft niet weg vandaag of morgen. De bridgeclubje gehalveerd, de koor verbooien. En straks komt de buurvrouw, de boodschappen. In de krant de nieuwe dagrecords, de visjes en de boetes. En op de telefoon in beeld een klein mesje. Oma, wanneer komt er weer? En daar staat ze dan, stilletjes in de gang. Ze pakt er een yes en denkt aan de laatste keer. Bij het afscheid van haar vriendin op de stoep, op straat. Niet in de kerk en zonder koor. Ze trekt hem niet aan, hangt hem netjes terug. Maar in de kop, dat beeld van een klein meisje. Oma, wanneer kom je weer? Daar lees ze dan, stilletjes in bed. Wachten, maar waarop? Misschien morgen dan toch? Denk aan de regels. Ogen dicht, maar het is niet donker. En het beeld is helder, dat klein gezichtje. En iedere keer weer, dat stemmetje. Oma. Vind ik mijn laatste liedje ga je zingen. Nee, dat verhaal laat ik even voor het is. Vind ik mijn laatste liedje ga je zingen. Ik begon vanavond mee te vertellen dat ik het allemaal zo druk had. En nee, dat is echt waar, dat is niet beloofd. Ik kon nou even een andere pet opzetten. Nee, na mijn pensioen, ik had mijn voorstelling gedaan en ik had in de keer voor 80 man gekocht, want dat wil ik ook heren doen een keer. En ik had een boek geschreven. Maar een van de andere dingen, en daar was ik tussentijds ook allemaal mee bezig, was ik wil nog geen muziek blijven maken. En wat doen we dan? Als je gepensioneerd bent, dan bellen ze thuis op en dan vragen van, kan ik een keer bij jullie komen spullen? Ja, natuurlijk. Wat kost het? Dat is het eerste wat ze vragen. En dat kost niks. Dat kost niks, want ik krijg pensioen, dus ik dat geld en dat hoeft niet. Nou, oké. Okay. Geld hoeft niet. En dan weer als muzikant weer weggezet in de aula, heette dat toen de tijd nog. En dat zijn allemaal van die verschrikkelijke ruimtes, kaal en glas en hard en al wij konden weer in het huis, daar werd daar dan naar binnen gebracht. En omdat er zoveel waren, moesten we wel bij een installatie spelen en dat was verschrikkelijk voor al die hoorapparaten. Tenminste, nou, dus, ik vond dat maar niks. Ik denk en iets klopt er niet. Ik lees allemaal dat de wetenschappers zeggen van mensen met dementie, die hebben baat bij muziek, maar die zie ik hier niet in de zaal. En dan gaat de vraag, nee, die zitten nog wel op een aparte afdeling. Die zitten daar, die komen daar niet af. Ik zeg, nou, dan wil ik daar gaan spelen. Enfin, daar ben ik ook terecht gekomen. Maar ik vond dat die mensen toch wel heel veel tekort kwamen. En dat ik daar meer naartoe moest. En dat daar meer moest gebeuren. En dat is helemaal uit de hand gelopen. Dat is helemaal uit de hand gelopen. Dat is nou geworden Stichting Kleurke. En Stichting Kleurke is eigenlijk, wij bemiddelen als het ware tussen instellingen, zorgcentra, moet ik zeggen, en muzikanten. En wij hebben, dankzij de hulp van heel veel mensen, ik bedoel, we hebben het al zover geschud, maar dankzij de hulp van een heleboel mensen hebben wij vorig jaar 400 in de 30 keren een muzikant op een afdeling kunnen laten spelen. Wow.
Maar je snapt dat hij niet van nergens gaat. Daar moet heel veel rondomheen gebeuren om dat te realiseren. Op dit moment zitten wij ongeveer op 14, 15 optredens per week. Per week. We hebben bijna 30 muzikanten die daar aan meewerken. Wij zitten van Baarle-Nassau tot Moerenkestel, van Heijen tot Almenbos, zo'n beetje, de terrein daar. Zo. Ja, ik kan net fietsen. Ja, nee, maar om er even aan te geven. En daar komen af en toe, of niet af en toe, daar komen wel vragen, maar op dit moment stammen we nog heel eventjes een beetje op de rem, zou ik het maar zeggen. Want, je snapt wel, een aantal van die muzikanten zijn ook gewoon beroepsmuzikanten. Ja, het kost allemaal geld, daar zit een hele overheid omheen. En als je zoveel optredens moet regelen, daar kan ik echt niet meer s'avonds voor elkaar krijgen, weet wel. Dus daar hebben we minst bij nodig. We hebben ondertussen een team van, en dat moet ik maar niet liegen, een team van 7 mensen die daar aan meewerken. Daar zijn ook niet allemaal vrijwilligers, daar zitten ook professionele mensen tussen die, zal ik maar zeggen, in deeltijd daar verwerken. Het is een organisatie geworden. Plurken. Kijk maar eens een keer op www.plurken.nl. En we hebben sinds kort de vraag wordt donateur. Voor de mensen die daar interesse in hebben om donateur te worden van Plurken, die komen straks maar even bij mij langs. Want ik schaam mijn eigen eerlijk gezegd wel een beetje om te vragen om donateur te worden voor Plurken op een avond dat er zo verschrikkelijk veel geld binnengehaald wordt voor de mensen in Syrië en Turkije. Want daar gaan we ook aan het hart. Maar deze mensen in de tehuizen, en het valt tegenwoordig echt niet meer mee om een tehuis in te komen. Die mensen die zitten daar het leste stukje van hun leven en die verdienen ons respect. En die hebben meer nodig als, ik zeg het wel eens, bed, bad, brood en een luier. Die hebben een humane behandeling nodig, een stukje humaniteit, en dat kunnen wij muzikanten kunnen ze daar brengen. En ik zeg al, daar gaan wij ook aan hard. Dan nog even de andere reclame, met een boekleed daar. En ik heb nog wel oude exemplaren. Ze zijn overigens nog zo goed als nieuw, want ik heb voor mijn eigen aantal exemplaren waar ik laat tekenen, het meisje die de tekening is gesmaakt. Maar die zijn ook te koop. Maar dat doen we dan wel later. Na het slot. Want, zullen jullie zeggen? Je hebt nou over van alles en nog weer gezongen en verteld en gedaan. En verhaaltjes en van de verhaaltjes dus verhaaltjes zo. Ik mis één categorie. Ene categorie liedjes bij jou. Namelijk. Nee, oh, ik zal u helpen. Als je nou naar popmuziek luistert. In de popmuziek hebben ze maar één onderwerp. De liefde. Heb jij dan geen liedjes over de liefde? Ja, natuurlijk wel. Ik maak er een fijne porno op van. Ja, natuurlijk heb ik daar wel een liedje over. Enfin, dat liedje van Trust, daar straks was ook wel een liefde. Ja, ergens wel, dat moet kijken. Nee, ik heb wel een liedje over mijn lief. Mijn lief moest trouwens vanavond britsen. Dus dan snapt dat wel hoe dat de verhouding erin. En dan hoop ik dat ik erbij kan. Deze gaat over mijn lief. En we gaan even repeteren, hè, want dadelijk moet ik er niet mee kunnen zingen. De tekst gaat als volgt. Gij bent mijn lieke in de lente. Gij bent mijn zomer en mijn zon. Gij bent een storm in het najaar. En in de winter warmer dan de kachel warmer komt.
Jij bent mijn lieken in de lente, jij bent mijn zomer en mijn zon. Jij bent een storm in de najaar, en in de winter warmer dan de kachel door mijn kont. Zag ik het nog een keer doen? Ja. Oké. Jij bent mijn lieken in de lente, jij bent de zomer en de zon. Mijn zomer en mijn zon. Jij bent een storm in de najaar, en in de winter warmer dan de kachel warmer komt. Oké. Jij bent mijn lucht en op mijn leven, jij bent ons maar mijn kind. Jij bent mijn eten en mijn drinken, jij bent de hele horizon van het einde tot begin. En als ik moet missen omdat je fietsen bent, of dat je weer gaat kaarten of weer een rondje rent. Ons kat schrikt als die mij zo ziet, hij hyperventileert. Hij ziet er een halve mees, hij ziet een handje zonder steen. Gij bent mijn mieken in de lente, jij bent mijn zomer en mijn zon. Jij bent de sterren in de najaar, en in de winter werden dan de kachel werden kon. Jij bent mijn thuis en ook mijn kleren, mijn maan en sterrenfirmament. Jij bent de blaadjes aan de bomen, en de dag gaat pas van start als gij er ook weer bent. Gij bent mijn Facebook en mijn Twitter, mijn WhatsApp, mijn TomTom. Gij bent mijn e-mail en mijn Google, en soms als gij het aan hebt, dan ben de bol.com. En als je weer de Lorto bent en aan de koffie zit, of in de winkel kleren kijkt en dan de klok vergeet, dan wacht ik samen met de hond mee en de loos geduld, en hopen dat je terugkomt, anders ben ik zwaar geduld. Maar je bent mijn dingen in de lente, je bent mijn zomer en mijn zon. Jij bent de storm in de najaar, en in de winter werden dan de kachel werden kon. Nog een keer dan, hè? Jij bent mijn lieken in de lente, jij bent mijn zomer en mijn zon. Jij bent de storm in de najaar, en in de winter werden dan de kachel werden kon. Ik wil jullie bedanken, want jullie was een heerlijk publiek om na zoveel jaar eindelijk weer eens voor te mogen spullen. Ja, ik had in eerste instantie de naderhand de gedachte van oei, ik zal toch nog niet een echt erfstuk zijn. Heel goed gedaan. Ja, we gaan een boek aanbieden, niet over dialecten, maar over tradities in Brabant.
Luc. Oh, maar mijn interesses zijn veel. Daarbij met een kleine Oosterhoutse touch. Ah ja, precies. Oh, yes. Hartstikke bedankt. Ik wou nog zeggen, ik heb over de vlinders ook nog wel een gedichtje. Ja. Dat doen we een andere keer. Dat je toegift. Ja, doe ja. Ja, als je even de... daar heb ik echt een gedichtje over. Over vlinders, over mijn boek gesproken. Maar dan moet ik even zoeken waar die staat. Over de vlinders. En daar heeft ons Klema zo'n prachtige illustratie bij gemaakt. Vlinders. Ik hoop dat ik het kan volgen. De vlinder zaten pronken op een gele botbloem. Want hij had zo in de middag niet veel anders om te doen. En een boer die daar voorbij kwam, die stond erbij en keek ernaar. Was ons Marie ook maar zo mooi. En hij streek eens door zijn haar. Zo kwam het dat hij een boer nou door die vlinderwier bemerkt. En de vlindertocht, die is mooi, die heeft hard gewerkt. Want boeren kijken zelden naar de vlinderskleuren pracht. Laat deze dus maar kijken, was de vlinder zijn gedacht. Toen kwam een vlinder in de aan. Kijk, de die. Toen kwam de vlinder in de aan en zei... Laat ons gaan paren, dan zorgen wij voor een nageslacht, zodat hij een boer kan staren. Want kleuren van de vlinder is voor hem net hogeschool. En daarom plant hij voor ons rupsjes zoveel rode boren. Zoals zij had gesproken, weer het toen dus ook gedaan. En de boer die zag ze fladderen en hij vond er niks meer aan. En s'avonds bij het eten zei hij tegen de boerin: je moet de kolen spuiten, want daar komen rupsen in. De moraal. Sorry. De moraal. Wat zouden kunnen leren uit deze zomerse gegeven? De boeren vlinders scheren zien, al is het dan maar even. Maar van rupsen in zijn kool zie hij de zin niet in. En daarom hebben alle boeren bij de kool ook een boerin. Dit is de wens geopend.